Hallo lieve maagd, welkom bij jullie reading voor de maand april 2024. Nu is dit eigenlijk een soort bonus reading, want ik heb in maart ook een reading online gezet. Wat voor maart en april geldt voor alle sterrenbeelden. Ik zal deze beneden in de berichtenbox linken, zodat je deze altijd nog even kunt bekijken, mocht je die over het hoofd hebben gezien. Of misschien is daar een heel ander onderdeel van het leven aangeprikt als wat ik ga doen met deze video. Mocht je nou aan het kijken zijn in je zonteken, maan, ascendant, venus, noordelijke maanknop of welke dan ook uit jouw geboortehoroscoop, voel vooral aan wat voor jou bestemd is. Laat de rest lekker los. Voor alle crosswatchers, wees welkom. Kijk even welke tijdlijn voor jou bestemd is of voor de persoon waarvoor jij de video bekijkt. Maar we gaan dadelijk dus gewoon lekker beginnen. Zoals je ziet, ligt er al een kaart op tafel. Deze is tijdens de pre-shuffle al naar voren gekomen. Die zal ik zo meteen ook omdraaien. Nu is het wel zo dat er heel veel in het energetisch veld in april voelbaar zal kunnen zijn. Ze hoeft niet per se te zijn, maar ik denk wel dat het energieveld zo sterk is dat iedereen wel wat zal gaan voelen. Nu hebben we natuurlijk dat het eclipseizoen gestart is door de volle maanenergie. Met de maansverduistering. Nu is er in april ook de zonsverduistering tijdens de nieuwe maanenergie. 1 april gaat Mercurius retrograde draaien. En we hebben natuurlijk die lente-equinox die gestart is, waarbij de energie ook voelbaar zal zijn, dus in april. Ik ga deze zo meteen omdraaien. Ik pak eerst wat andere kaarten erbij. We gaan gewoon lekker van start. We hebben als eerste, die vliegt er echt uit, loyaliteit. We hebben hier 2 sleutels boven hangen. Dit voelt voor mij de liefde in jezelf, de compassie met jezelf, trouw blijven aan jezelf. Maar we gaan dadelijk eens kijken wat er nog meer naar voren gaat komen. Of dat er nog iets bij mag worden gelegd of gezegd. We krijgen de Cat Spirit. Claim your independence. Dus claim je eigen onafhankelijkheid. Ga weer in je stabiliteit staan. Breng weer het ritme en structuur in je leven terug. Waarbij jij voelt van oké, dit is voor mij bestemd. Hier wil ik trouw blijven aan mezelf. En dit is het pad waar ik op mag lopen. En we hebben de Canary Spirit. Sing your own song. Dus sing je eigen lied. Is ook wel een stukje independent, weet je, dat onafhankelijkheid. Hè? Dus je eigen lied gaan zingen, je eigen pad krijgen en bewandelen. Niet het pad van een ander. Dat kwam zojuist ook bij de weegschaal toch wel naar voren. Van blijf je eigen gevoel volgen, niet het pad wat een ander wil. Of gedachtepatronen van een ander of wat dan ook. Maar echt dicht bij jezelf blijven. En dat voelt voor mij dat het in het collectief veld voor meerdere mensen dus actief is. We krijgen bij jullie de kruinchakra eruit. Geef aandacht aan je eigen ideeën, want zij zijn in werkelijkheid een boodschap vanuit het universum in antwoorden op je gebeden. Heel erg mooi, want dit is een teken dat je ook steeds meer open gaat staan, lieve maagd, om te mogen ontvangen, om je eigen pad te bewandelen en dus ook het vertrouwen hebt op jezelf om dit te kunnen doorpakken. Nu zal het niet voor iedereen gelijk in een vorm gegoten kunnen worden. Dat het gelijk ook in de stabiliteit zit. Hè? Dat is best wel wat stapjes die je mag zetten om je balans erin te krijgen. Want in je eigen kracht staan is best wel, vooral als je altijd afhankelijk bent geweest natuurlijk, is best wel lastig. Of dat je afhankelijk wilde zijn van meningen wat een ander ervan vond of wat dan ook. Maar dat gaat wel nieuwe vormen. Ja, het stukje creativiteit voel ik hier ook wel bij. Niet meer hoe kan ik te zeggen? Jij bent heel vaak de persoon die water bij de wijn doet om maar naar de pijpen van een ander te dansen. Terwijl nu jouw tijd komt om jouw eigen energie neer te zetten, om jouw eigen gevoel te creëren en daarin je pad te gaan bewandelen. Nou, ze vliegen gewoon op tafel, op kop. Dus er is eerder een pijnlijk einde geweest. Er is eerder een situatie geweest waarbij jij veel verdriet hebt gehad. Maar je hebt dit om weten te buigen. Je hebt er helderheid over gekregen waarom
iets is geweest. Je bent hiervan aan het herstellen of je hebt je herstelproces gehad. En daardoor kom jij nu los. Er is eerder een obstakel geweest wat jouw vrijheid belemmerde. Eerder een obstakel geweest, in welke vorm dan ook, waardoor jij niet jouw eigen pad kon lopen. En dat is dat stukje onafhankelijkheid. Je krijgt boodschappen door. Blijf vooral trouw aan jezelf. En dan zul je ook merken dat die veranderingen nu in zicht gaan komen en dat de obstakels die in de weg stonden opgelost zijn. Dus dit is een positieve start van de reading. En dat heeft eigenlijk met het uitzuiveren van jouw energie te maken. Het heeft met het stukje. Hoe voelt het voor mij? Benauwend, beklemmende energie voel ik. Een beetje iemand die jou klein probeert te houden. Of een situatie die jou klein probeerde te houden. Het kan voor sommigen zelfs zijn dat je met een situatie te maken hebt gehad waar narcisme aan de oppervlakte kwam, of dat daar trekjes van narcisme waren. Iemand die eigenlijk jouw richting bepaalde. Oké, het zal niet voor iedereen gelden natuurlijk, maar nu weet ik ook dat er heel veel mensen toch stiekem wel in zo'n ongezonde situatie of verbinding hebben gezeten, of misschien nog zitten. Maar dit heeft er allemaal mee te maken dat jij naar die vernieuwing mag gaan. Ik zal deze eens even een beetje opschuiven, zodat het er net nog tussen past. We krijgen namelijk de wereldkaart. Of de wereldkaart, hoor mij. Wereldkaart is kaart 21. Judgment en de zeven van zwaarden. In dit geval noemen ze dit dan de karma en dit is dan de schaduwzijde, hè? Dus de duivel. Maar voor mij voelt dit wel dat je nu de ruimte gaat krijgen om door het midden te gaan. Dat je inziet dat bepaalde mensen jou probeerden te saboteren. Dat je eigenlijk de energieveld niet meer open hebt staan zodat mensen jou kunnen bereiken. Alhoewel je dingen over het hoofd ziet. Mag ik weten waarom jij dingen over het hoofd ziet? Wat zie jij over het hoofd? Oké. Er is iets niet helemaal geweest zoals het was. Een stukje miscommunicatie, maar ook het stukje buitensluiten. De gevoelens die daaraan gekoppeld zijn, is. Oké, het kan namelijk zijn voor sommigen dat er in een situatie is dat jij als derde wiel aan de wagen meegenomen werd. Of dat je daardoor ook niet helemaal. Ja, ik krijg deze kaart weer onderkant dekt. Vierde van zwaarden. Ik vind het toch wel een interessant stukje. Want nu hebben we natuurlijk het eclipsseizoen die gestart is. Dat is ook weer een teken voor transformeren. Oude elementen lostrennen die niet meer dienen. En dat is hier ook zeker wel wat hier op tafel komt. Dus in april zul jij een stukje herstel weer toe gaan eigenen. Maar ik zie voor sommigen ook wel dat je al die ontkoppeling hebt gedaan. Er gaan boodschappen doorkomen wat gekoppeld is aan een onzuivere verbinding, waarbij iemand te veel in het spel was. En dat kan ook zijn een derde persoon in een relatie die niet zuiver was, of wat dan ook. Er gaan dingen aan het licht komen. En dat hoeft totaal niet voor iedereen te zijn dat er iemand binnen je relatie vreemd aan het gaan is, of wat dan ook. Maar dit kan ook in een vriendschap zijn, waardoor er eigenlijk achter je rug om geluld wordt en dat jij via, via, via dingen nu gaat doorkrijgen. Of dat je dit door middel van dromen door gaat krijgen. Oké, wat mag ik nog meer weten? Deze kaart komt heel sterk bij heel veel mensen naar voren en dit voelt voor mij dat in dit aspect, want ik lees ze natuurlijk niet allemaal hetzelfde, hè? In dit aspect voelt het voor mij dus echt dat er een liefdesverbinding of een connectie waar je mee. Kijk, er staat de lovers, maar voor mij voelt de lovers ook altijd als zelfontwikkeling, de ruimte krijgen voor je eigen te ontwikkelen in de vorm zoals jij mag zijn.
keuzes maken, in harmonie zijn met jezelf, liefde voor jezelf en daarbij dus ook de verbindingen aangaan. Dat er onzuivere verbindingen op dit moment dus uit je leven gaan. En of dat het op romantisch vlak is of in het liefdesvlak, dat maakt niet uit. Voor sommigen kan het zeker wel zijn dat er dus een verbinding is die beëindigd is. Of dat je dus als single in het leven staat. Nou, er vliegen echt kaarten alle kanten uit op het moment. Ik moet helemaal onder het bureau om de kaart te pakken. We krijgen op als kaart de Ridder van Staven. Vuurenergie. Kan dus met de ramleeuw of boogschutter dat je te maken hebt. Maar we gaan eens kijken. Waarom komt deze Ridder van Staven hier op tafel? Ridder van Staven. Oeh, het wordt hier druk. Het paardje van zwaarden. Communicatie. Oké, we krijgen weer dat hoofdpijnstuk. Oké, deze leg ik hieronder. Ze zeggen ook, leg hem onder. Oké. En keuze, een beslissing, een balans, illusies onder ogen zien. En knopen doorhakken om een nieuwe start te krijgen. Oké. Twee personen die dus in april met jou zouden kunnen connecten. Dit kan zijn omdat er een stukje lust geactiveerd is. Omdat jij zelfstandig in het leven staat. En eigenlijk niet meer afhankelijk bent van anderen. Maar dat je in je onafhankelijkheid bent gaan staan. Dat je dus ook sexy wordt op dat moment. Hè? Dat je krachtiger in je energie staat. Het stukje liefde voor jezelf. Stabiliteit. Het jijzelf ook gunnen. Dat je naar die vernieuwing mag gaan. Hè? En dat zorgt er ook voor dat er mensen misschien weer even op je pad gaan komen. Of nieuwe mensen. Of al bekenden. Dit uit nieuwsgierigheid. Dit uit... hoe kan ik het zeggen? Het voelt voornamelijk dat iemand heel erg aan jou aan het denken is. Dit voelt voor mij in de zin van deze verbinding. Dat dit hierbij gelegd kan worden. Dat iemand nu inziet wat hij of zij verloren is. Omdat jij eerder keuzes hebt gemaakt en knopen door hebt gehakt. En doordat jij bepaalde beslissingen hebt genomen, kan het dus ook zijn, omdat jij dus meer in jouw eigen energiestroom staat, hè, dat je meer je eigen pad aan het bewandelen bent. Inzichten die je hebt gekregen om een bepaalde verbinding. Zorgt er dus voor dat jij een hele andere energieveld om jou heen aan het creëren bent. Wat ik al zei, dat kan heel sexy en aantrekkelijk zijn voor mensen om je heen. Nu kan het dus zijn dat iemand waarmee je eerder hebt verbonden, dat hoeft dus niet op het romantische vlak pertinent te zijn. Kan dus ook een vriendschap zijn. Die er dus nu over na gaat denken van oké, wat heb ik de ander eigenlijk aangedaan? En waarbij dus ook bij de andere persoon wat verwerkingselementen aan het licht gaan komen. Maar wat ik hier zie is duidelijk dat er heel veel gecommuniceerd gaat worden met iemand. Maar dat het aan jou is of dat dit een persoon is die je in jouw leven zou willen laten. Of dat je zoiets hebt van, ik weet het niet helemaal zeker. Ik heb er toch een beetje mijn twijfels over. Omdat je ook een bepaalde reflectie gaat doen op de verbinding die je met een ander hebt gehad. Een beetje een soort vergelijkingselement toe gaat passen. Voor mensen die dus in een relatie zitten die niet gezond is of uit een relatie zijn. Ik zie dat je eerst in een bepaalde fase van geluk gaat komen. Geluk in jezelf. Een stukje happy single misschien wellicht. Zit je in een relatie, kan het natuurlijk ook zijn dat je voor jezelf gaat kiezen. En dat je eerst je eigen pad gaat stippelen terwijl je in een relatie zit. Maar wel je eigen ruimte daarin in gaat nemen. Waardoor de andere persoon waarmee jij connect is, het ook als aantrekkelijk beschouwt. En dus ook op seksueel vlak meer met jou in contact wil komen. Dat er eigenlijk een soort nieuwe doorstart wordt gemaakt. Keuzemogelijkheden, wat ik al zei. Hè? Een bepaalde balans hierin gaan vinden. Welke energie je wel toelaat en welke niet. Er kunnen dus wat twijfels weer naar voren gaan komen. Maar van de andere kant voelt het voor mij ook dat jij, zolang jij bepaalde gevoelens voelt en dit ook kunt
omarmen en verwoorden wat jij ervaart. Dan zal je uit je hoofd blijven en zul je meer connecten met je intuïtie. We krijgen namelijk ook de 10 van bekers erbij, langs de 8 van staven. Aas van staven, nou. En de ridder van munten. Onderkant dek is de wereldkaart. Dus dat dient eerst een bepaalde voltooiing te komen. Een afwikkeling, afronding. Die knoop die doorgehakt dient te worden. Waarbij je uiteindelijk weer in je eigen balans gaat komen. Wat ik hier zie, kan het dus zijn dat mocht jij dus iemand leren kennen. Of iemand vindt jou heel aantrekkelijk. Dat jij het gevoel hebt van, oh ja, dit is alleen maar voor de seks, voor de fun, noem maar op. Terwijl deze persoon wel echte intenties heeft om met jou te verbinden op zielsniveau, op emotioneel niveau om te connecten. Nu is het wel zo dat je te maken zou kunnen hebben met een ramleeuw of boogschutter. Dat komt toch wel sterk hier naar voren. Maar het zou ook zomaar een van de aardetekens kunnen zijn waar je zelf in zit. De stier, maagd, steenbok. Een andere energiestroom. Maar een tragere energiestroom. Hoe vurig jullie ook naar elkaar toegetrokken zullen kunnen worden. Dit kan ook in vriendschap zijn. Het hoeft niet pertinent in het seksuele stuk te zijn. Of het romantische stuk. Maar dit is wel een potentiële kandidaat, mocht je single zijn, waarbij dus een lange termijn relatie tot stand zou kunnen gaan komen. Alleen als jij in je hoofd zit, dan ga je even twijfelen. Terwijl de nieuwe cyclus die nu geactiveerd is, wel de ruimte geeft om dit te mogen ontvangen. Ridder van munten krijgen we naast de aas van staven. Het stukje passie en manifestatie is dus wel een onderdeel dus in april voor jou. Wat gekoppeld is ook aan die maanenergie, die nieuwe maanenergie met die zonsverduistering. Daar kun je nog extra kracht bij gaan zetten qua manifesterende energie. En als je dit weet om te buigen naar iets wat mogelijk is, kan er dus iemand op je pad gaan komen om mee te gaan connecten. En of dat nou op het romantische vlak is of op het zakelijke vlak. Het voelt voor mij ook dat iemand heeft in ieder geval heel veel passie in zich zitten en wil dit met jou delen. Dat kan ook zijn op het stukje zakelijk, waarbij je dus alle twee een bepaalde ambitie hebt om in te gaan zetten. Misschien ga je samen een app creëren of een podcast beginnen of geen idee, hè. Maar dit zorgt er ook voor dat je... Ja, dat dit wel echt een verbinding is voor een lange tijd. Voor misschien wel altijd. Omdat dit of een vriendschap of een relatie kan zijn die daaraan gekoppeld zit. Ik pak er nog wat kaartjes bij. Gewoon omdat het kan. Ik pak er nog even een tijdlijn erbij. Ik leg het eens even aan de kant. Voor sommigen kan het dus gelden dat je heel lang hebt zitten wachten dat het tij zou gaan keren. Dat bepaalde veranderingen plaats zou gaan vinden in jouw verleden. Of dat er iemand op je pad mocht komen waarmee jij een zielsverbinding zou kunnen hebben. Maar dat er nu een bepaalde separatie is of geen harmonie meer is. Het voelt voor mij namelijk dat mocht dit aspect bij jou in een persoonlijke situatie hebben gespeeld, waardoor er dingen aan het licht zijn gekomen, dan merk je ook gelijk dat er in jullie energetisch veld een verandering plaats heeft gevonden. En het is juist van belang dat je in je eigen kracht gaat staan en dat je dus de passie voor jezelf weer gaat vinden. Waarbij je ook vastberaden bent om dit nieuwe pad te gaan creëren. Want de ruimte ligt er dat jij op een nieuw pad gezet gaat worden. Het is alleen aan jou. Ga ik wachten op iets wat niet meer voor mij bestemd is? Of pak ik die ene munt die hier ook al bij deze persoon ligt en ga ik naar die vernieuwing toe? En het begint dus allemaal met union in jezelf, balans in jezelf. Vervolgens kun je dus eigenlijk jouw intuïtie en de kennis die je op hebt gedaan verder gaan projecteren. Onderkant dek hebben we het Rad van Fortuin. Ik wil wel even een kaartje bij de
2 van Bekers op kop. Innerlijk weet je al heel veel dingen. Innerlijk weet je al dat bepaalde... Stel dat je nu nog in een verbinding zit, dan weet je al dat iets niet bestemd is. Of dat je misschien te maken hebt gehad met een valse twin flame. Of een karmische partner, of wat dan ook. Innerlijk weet je het al heel erg goed. Het is alleen om dit dan ook vorm te gaan geven in het aardse stukje. En dat is best wel lastig. Dat is niet altijd voor iedereen gelijk te verwezenlijken. Daar gaat soms best wel een tijd overheen. Maar het is wel zo dat jij de kracht hebt om dit voor elkaar te krijgen. We krijgen weer de Ridder van Staven. Dus iemand vindt jou zeer aantrekkelijk. In jouw kracht, nieuwe vieringen van het leven. Ik krijg onderkant dek de 3 van Bekers. Dus op het moment dat jij zeg maar voor jezelf gaat kiezen, in je energie gaat staan. Voor sommigen kan het dus de single stand zijn. Hè, dat je echt wel krachtig in het leven staat. Dan kan er iemand op jouw pad naar je toe gaan komen. Kan iemand zijn die in energie wat jonger is. Maar dat kan ook in de fysieke wereld in leeftijd zijn. Dat zal voor iedereen anders zijn. Nu hoor ik ook heel vaak van mensen dat ze zeggen van ja, maar ik ben heel zelfstandig. Ik sta krachtig in mijn energie. Dit kan mensen ook afschrikken. En dat klopt, dat kan mensen afschrikken. Maar als het mensen afschrikt, zijn dat mensen die niet in jouw energieveld actief hoeven te zijn. En als je iemand matcht of in jouw energieveld wel mag ontvangen. Ondanks dat jij zo in je onafhankelijkheid staat, in je kracht staat eigenlijk. Ja, misschien te veel in jouw kracht, omdat je altijd alles alleen hebt moeten doen of wat dan ook. De juiste persoon vindt dit juist heel erg mooi aan jou. Die omarmt dit ook. Die zal dit ook niet willen doorbreken. Die vindt dat juist sexy. Die vindt dat juist aantrekkelijk. En dit trekt juist dan naar die persoon aan. Wat ik al zeg, kan het dus zijn dat je met een jonge persoon te maken hebt. Of een persoon die dus in leeftijd wat jonger is. Of in het energetisch veld. Hè? Misschien wel van dezelfde leeftijdscategorie. Maar gewoon nog heel jeugdig is. Of veel energie heeft. Of wat dan ook. Deze persoon zou je kunnen leren kennen tijdens een event of een barbecue bij iemand. Of je gaat een avondje erop uit naar muziek luisteren of een terrasje pakken. Vooral we gaan april, hopen we dat het dadelijk ook veel meer mooi weer zal zijn als dat het nu af en toe er tussendoor nog is natuurlijk. Maar ja, het blijft Nederland. Maar het voelt wel dat op dat moment dat er iets kan gaan veranderen. Op dat moment zal jij in een nieuwe stroming komen. Innerlijk weet je al dat er een verandering nodig is en dat het gaat komen. Voor sommigen zitten al in dit stuk, anderen zitten nog in dit stuk. Dus voel echt wat voor jou bestemd is. Lieve maagd, ik ga bij deze ook de reading afsluiten. Ik hoop dat jullie weer nieuwe inzichten hebben mogen ontvangen. Kijk anders ook even naar de maandreading van maart en april. Deze zal ik linken in de beschrijving hier beneden. En dan wens ik jullie een hele mooie aprilmaand toe. Veel kracht en liefde en tot de volgende video. Doei doei!